hartelijk welkom op de oude avond van onze school. Fijn, dat zeg ik bijna elk jaar, fijn om er zoveel te zien. Deze voorstelling is nog voller dan de vorige, maar dat komt natuurlijk ook omdat nu alle ouders van de meespelende leerlingen er zijn. Extra spannend voor de ouders en voor de kinderen natuurlijk ook, maar ik kan u zeggen, het ging de eerste keer goed. En meestal is de tweede voorstelling nog weer beter. Kan bijna niet, maar wie weet. We vinden het altijd fijn dat er zoveel zijn. En we hopen dat iedereen een gezellig anderhalf uur zal hebben hier. Want je kan lachen. En je moet maar eens goed luisteren, want er komen heel wat spreekwoorden in die niet kloppen. Daar kan je wel een beetje om lachen, dacht ik. Het zal vast een heel goede voorstelling worden. Groep 8, die heeft het weer ingestudeerd. En die geeft dus eigenlijk een soort cadeautje aan de school. Want ze gaan naar harde werk. En we zien ze nog zo de school binnenkomen, net zoals jullie ook de eerste keer kwamen. Doodsbang, weet je wel. Van die grote school. En, maar nu zijn ze heel stoer. En zien we ze weggaan. De tijd vliegt voorbij, zeggen we maar. Als je het hebt over een uur, of een dag, een week, hij vliegt voorbij. Hebt u de uren van de week wel eens geteld? Vast wel. Een dag, 24 uur. Een week, 7 dagen. 24 keer 7 is 168. Zoveel uren telt een week. Goed, de nachtelijke uren, die kunnen voorbij vliegen. Vooral als je in dromenland bent. Maar er blijven nog voldoende uren over om veel te doen. Uren om te eten, te feesten, hard te leren, te werken, in de tuin werken misschien, je vader en moeder helpen, televisie kijken, in de luie stoel. Week in week uit worden er zo heel veel uren volgemaakt. Allemaal goed. Maar het is denk ik goed om op een ouderavond van een christelijke school ook de vraag te stellen, hoeveel uren zijn er nu steeds speciaal bestemd voor de Heere God? Want immers, voor alles hebben we tijd. Maar hoeveel tijd hebt u, jullie, ik, of God? Je kunt je de vraag stellen, bidden we nog? Lezen we nog uit de Bijbel? Gaan we nog naar de kerk? Ik hoop, en ik hoor hier ook ja zeggen, en denk, op school doen we het in elk geval nog wel. Dagelijks bidden en vertellen uit de Bijbel. Even stil jongens. Ook groep 8 hebben we veel verhalen meegegeven. We hopen dat ze daarna zullen lezen. Dat ze er tenminste de tijd voor vinden in de 168 uren die een week heeft. Maar dat geldt voor ons allemaal. Maak tijd vrij voor de Heer. Geef hem een plaats in je leven. Zullen we nu even tijd maken voor het gebed? Even de ogen dicht, hier ook vooraan. Heer, we zijn dankbaar en blij dat we hier mogen zijn. Dat we een paar uren van deze week vrij kunnen maken voor het bezoeken van deze ouderavond. Geef ons een fijne, gezellige avond. En voor onze toekomst bidden wij het volgende lied. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Amen. Ik stop ermee. Ik wens iedereen veel luister en kijkplezier. En ze zullen zometeen wel beginnen. Anouk Bauma als Natalie Turner. Wat doe je? Wendy ten Brinke als
als oma Gerda Struis. Ik ga nergens in zonder Kees. Nick Roelofs als Roetje Ruska en Lord Snowkop. I say, how wonderful! Jamon Eberhard als Nat als Philip Turner. Prachtig, moeten we vaker doen. Jamiek Goorke als Alice Struis. Ik zie geen jongens! Evelien Hadrikman als Roberta Turner. Maar één op bed, één op bed, één op bed! Marlon Herbert als Freek. Hé, hey, biertje! Jeroen Huls als Jordi Struis. Ja, haar voor alles. Jamelon de Jong als Jacques. Ach, die toiletten! Florian Oldeheuvel als Edelbert Salkschieter. Hallo! Manon van der Pijl als Madeleine Malin. Zachte winden maken stinkende deelmeesters, dat zeg ik. Gerda Reinders als Geert Spruis. Maar dat zeg je toch niet? Maaike Rinkeer als Fini Greg. Zo is het maar net. Angela Rozek als Magret. Magret is de naam. Mirna Salomons als Niels. Slapen, wat is dat? Jeroen Stoppers als Jean Malin. Alle van. Leo Veneman als Reinhard Sanskrieten. Een bamboede! En ikzelf als Sherry de activiteitenpreunator. Geen winkels zijn. Al weken van tevoren verzamelen ze de aanbieding in de supermarkt. Alles moet mee in de veel te kleine auto. Met camping, boter, chocolade, sausage, drop, vanille,
witte platen bakken waar ze op een kon. Die had de visie en ze zo uit de zon. Zit de deur op slot, is van huis vooruit, is oma nog gebeld. Zijn de blinden gesokt, is de koelkast ontdooid, is de alarm wel ingesteld. Is nog een verhaal apart. Onderweg, in zo'n volgestouwde auto, met nog honderden kilometers voor de boeg, gaat het vaak verkeerd. En dat begint al in krimpen aan de lek. Hey, waarom staat iedereen niet stil? Omdat je het met centen voor bereid stuurt! Schiet telefoon op!
Antje. En nou is het uit met het groezen. Jordi naar de wc en een lies mee open. Zeg je het stempen met de kont in de wind hoor. Anders kan ik niet koken. Zeg, Alice, halsglasje water voor me. Moet dat? Ja, dat moet. Dat water hier is helemaal niet goed, heb ik gelezen. Kom met beentjes. Dat moet eerst gekookt worden. Maar ja, wat kun je het al met smeden? Daar overleef het zeker niet op. Ik ben dat niet meer, moeder. Waar is moet die tent staan? Ja, die gaat voor natuurlijk. Het zal gaan regenen. Het schijnt je flink te kunnen omberen. En hij zit er toch wel gevaarlijk. Zelfs met zo met niks meer. Fijn. Ik denk dat ik even met papi. Ja, zal die kleine wezen net nou weer rusten. Oh, maar nu! Je zegt toch iets? Dit is toch zeker zo? Alsjeblieft, oma. Dankjewel, kind. Allee, nummer 67. Zoals ze, voorbaan, laden maar. Dank je, ze. Attentie, dit is de campingomroep van Camping de Normand, waar alles kan. Wilt u niet meer tanden poetsen boven het zwembad? De campingwinkel is vandaag gesloten van 9 tot 12 en van 2 tot 6. Van 12 tot 2 is er siesta en is alles gesloten. De tenten van rij 7 tot en met 30 moeten rekening houden met grasmaaien vanaf 3 uur. De tenten moeten dan eventjes worden afgebroken. Onze activiteitencoördinator coördineert activiteiten. Vrijdag is er een songfestival met mooie prijzen. Waaronder wandelarrangementen naar Le Normand vanuit heel Europa. Mobiel telefoneren alleen bij de damestoiletten alsjeblieft. Dit waren de berichten. Nagekomen bericht. De toiletten spoelen vandaag alleen door voor de oneven nummerborden. Ik herhaal, alleen voor de oneven nummerborden. Mooi kasteel was het, hè? Prachtig. Ik moet het vaker doen. Ik moet nodig aan mijn werk, hoor. Dat boek van mij, dat schiet niet op zo. Ik krijg altijd inspiratie voor zo'n kasteel. Loetje Lustra, ook op vakantie. Nathalie Turner en Keur. Hoe doe je die? Dit zijn mijn kinderen, Filip en Roberta. Hallo, doe. Kom beter, kom beter. Deze camping is een rommeltje. Een rommeltje dus. Slecht georganiseerd en door de zeeze werken. Altijd verstopt. Dat zeg ik ook. Maar ik ga er
niet te doen. Ik ga de camping kopen. Ik zal een bord doen. Want ik kan beter. Veel beter. Weet u waar de eigenaar die man in was aan? Hij ging lopen die kant aan. Oké, dank u wel. You too. Ik heb trek in thee in een serfpakking. En die vermaakt je wel. Ach, die dingen gaan ook altijd weer op het verkeerde moment en erom. Sexy service, the fly.
Vielen Dank für Mathe, alle viele Sonst gebacken in den vielen Sonnen, Sonnen, der jetzt. Attentie, attentie. Dit is de campingomroep van Camping de Normand, waar alles kan. Willen de Nederlandse jongeren van het jeugdveld de kratten met lege flesjes vanavond aan de weg zetten en helpen met inladen? De drie vrachtwagens staan om 8 uur aan de noordzijde van het jeugdveld. Wilt u niet meer barbecuen naast het zwembad bij Westerwind? Let u op uw eigendommen. Op deze camping wordt regelmatig ingebroken. 2 dieven zijn ingerekend, maar er zijn er waarschijnlijk meer. Inschrijven voor het Songfestival kan bij Thierry, de activiteitencoördinator die activiteiten coördineert. Maar die is ziek. Dus moet dat bij de hoofdbalie aan de Noordpoort. De hoofdbalie bij de Noordpoort is vanaf heden gesloten. Wilt u het toiletbezoek beperken tot 1 maal per dag voor de grote boodschap en dan bij voorkeur na 8 uur 's avonds? De aangekondigde ontruimingsoefening staat deze week in het teken van een bommelding. Bommelding in het beste wel, het moest er voorkomen. De bom, de... Oh, mijn liefje, het is maar een oefening. Zal ik een lekker kopje koffie maken met een grote jegermeister erin? Ja, mag dat maar, die verfrikste, want ik moet maar doen. Tuurlijk, meer stoppen, kom maar mee. Dat is interessant, hè? Wat een prachtige schuilen blijven. Fantastisch om te zien. Met mijn zuffrouw, die zullen we nog laten zien. Ik ben heel hartstikke van de zeeën. Ik ga de persoon vragen, vader. Gelukkig was het interview van zijn leven. En moeder? En dan de zoetje zeker. Hij wil ons van één maand. Geen roes, mam. Ik ben zoet aan de gok. En dan de schoonheid. Ja, je gaat als een leer.
interessant. Nee, 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 dat doen we niet zo, nee. Nou, dan gaan we mooi niet mee. Naar de vuilse verkaarten. Naar het op de schoolslagbad. Voor die worden bungee jumpen. Naar het museum in de stad. Wat een museum, oh god. Ja, we gaan naar het museum in Sint-Marie. Daar staat een interessant fietsenschouw. Het hoofdstuk van vondsten, het was dus een drie. Een borstgat en een ijzeren kraal. Echt? Een borstgat en een ijzeren kraal. Naar een museum. Ga, ga. Als ik het woord hoor, val ik aan de slaap. Daarom ben ik dus je les. Maar ik moet
museum. Het is een vakantieliefde. Dat is leuk in een museum. Vakantieliefde. Ik denk dat we vorig jaar was een hele maand. Niet eten! Liefde!
want dit is alleen maar hagelslag binnen kaas en drap. Zien jullie al wel, Lex? Ik wel. Ik kan mijn bummen. Ik kan. En ik ben Doutje. Ah, dat doe ik. Ik ben Laura. Had er daar veel last van? Dat is niet echt. Wil je niet nooit maken? Ja, in de vriendschap nadenken. En niet boos. De bom, ending. Weet je waar die is? Biet de biet, hoe is de bom? Paat die roei. Weet jullie zo nog meer van? Ik les hier al jaren op meneer Kapitel. Trouwens, en daar ook de bom. De bom, weet je waar die is? Nee, ja, hier ergens. En misschien ook koud. Maar die boom, weet je wel meer van, hè? Ja, thuis ga ik ieder jaar naar deze camping. Mijn vader staat in het vliegtuig en het overleeft. En mijn hele verhaal wel. Ja, thank you.
in zijn tent. Dat hij van hiernaast en wat heeft hij ernaast? Hij loopt met toegeknepen billen. Wat kijkt hij benauwd? Volgens mij gaat het fout. Gelukkig zijn er hele goede billen. Ach, en nee, die, ja nee, dan krijg je van te veel puree. Midden in de nacht. Weet u niet eens, we hebben twee getuigen. De dader is waarschijnlijk ook verantwoordelijk.
ministerie en na de les wat tegen aan de vrienden en die stellen op camping Runnemaal. Het was in mijn schuld en het was je lustgraaf. Hij heeft mij een deel van de mond geloofd als ik helpte met de camping en ik bij dag ging stellen. Ik kon er niks aan doen. Dat is dus bekend. Ik kan er helemaal niks aan doen. Ik kan er helemaal niks aan doen. Asje me nou. Hij was ik als een slecht met het toilet. Zachte winden maken stinkende heel meesters, dat zeg ik. Die is met de Franse straat. Ik ga naar de kolonel. Ik heb een mooi verhaal. Attentie, attentie. Dit is de campingomroep van Camping Le Normand, waar alles kan. Vanwege de muggenoverlast wordt er vandaag tussen 10 en 12 uur gespoten. Wilt u uw wasgoed binnenhalen, baby's niet buiten laten rondkruipen en uw tent goed afsluiten. Het gif is ongevaarlijk voor mens en dier. De liefhebbers van opera kunnen vanmiddag terecht op het plein bij het restaurant. We geven u alvast een voorproefje. Maar heeft u liever hard rock, dan bent u welkom bij het zwembad. Nodigen we iedereen die van stilte houdt graag uit op de zonneweide bij het zwembad. Tot slot waarschuwen we u graag voor dreigend onweer, blikseminslagen en heftige regenbuien. Barbecuen wordt dus afgeraden. Een prettige dag verder. Thank you.
niet hoor, Alice. Dat zijn mij. Zeg nou, ik ben gek op. Hou jij me bij je eigen neer, weet je, schat? Stop. Hey Poes, van Poesje, alweer! Hallo, hallo, hier is Thierry, jullie activiteitencoördinator. Ik ben weer beter. Hallo, hallo, iedereen heeft ingeschreven voor Campingstofffestival. Ik ben wel bij de informatiebalie. Hoi, ik ben er weer zeer. Thank you.
koffie en we gaan maar door. En zingen daarbij in koor. Even wachten. Thank you.
geen loop, dan leggen mensen zonder de golfstaaf. We zijn rijk! We zijn rijk! En het goede is ook niet verkeerd. Dat is nodig dat ze lopen de toiletten door. Dat zeg ik. En nu gaan we chalet bouwen. Gelukkig met de tenten. Maar lieve! Ik ben weer vanaf vakantie hier. Nou, we zijn te duur. Ik verwacht er binnen normaal. Kom je ook, Rebecca? Zo, dan kan ik je wachten, wel. Ik kom in de herfstvakantie in Duitsland. Ik ga naar Engeland. Ja, kom ik met de kerst in Nederland. Wat ga jij doen, Jordi? Ik denk stripboeken lezen. Ik ga naar Birmingham. En Mille natuurlijk. A la moer. Een vrouw, een vrouw, een moord, een moord. Dat zeg ik. Wat is dit van Mille en de moord? Een sneeuwpompie? Is mij niet. Ik vond het tenminste heel goed. Ik vond het afgelopen.
Nou, ik heb het nou voor jullie. Applaus voor Eva! Tot ziens.